Ja, Menno Heerkens, het leven lacht je toe de laatste weken. De laatste weken zeker. Ja, een paar mooie gebeurtenissen, dus zeker, hartstikke blij. Ja. Laten we het eerst even houden op het sportieve vanmiddag. 6-1 overwinning. Na een lastig eerste kwartier ging het uiteindelijk heel makkelijk. Ja, precies. Ja, als je dus maakt het veld wel klein achterin. Dus daar moesten we even op anticiperen, het eerste kwartier inderdaad. En toen de eerste erin zat, toen ging het wel heel hard de eerste helft. Dus dat, een paar mooie aanvallen erbij, dus daar mogen we wel blij mee zijn. Ja, want je liep inderdaad tegen een muur op, maar jullie hebben dit seizoen vaker laten zien dat je dan geduldig blijft en dat het moment vaak wel komt, hè? Ja, en ook gewoon dit seizoen heel veel goede diepteloopacties. Dus waardoor je, hoe klein het veld ook is, dat je toch de tegenstander nog een beetje uit elkaar kan trekken. En dat deed je vandaag ook weer een paar keer heel goed, de eerste helft. Dus dat, heel goed. En dat tref je met als je dus denk een hele kwetsbare tegenstander, waar de kopjes gelijk gaan hangen na die eerste tegentreffer. Ja, klopt. Ik dacht, na de 2-0 vooral dacht je te zien van nou, dan was het eigenlijk, mag je eigenlijk niet zeggen, maar dan is het in de tas, zeg maar. Dan zie je dat zij niet meer allemaal dichtlopen en dat ze niet meer die kleine sprintjes meer trekken. Dus wat dat betreft zie je wel dat hun zelfvertrouwen op dit moment wel broos is. Dan wordt het heel snel 3-0, ja, en lijken jullie over hun heen te denderen tot dat penalty moment. Ja, dus eigenlijk wij veroverden goed de bal en we stonden op het punt om te gaan counteren en toen verloren wij zelf weer de bal. En toen viel die bal een beetje de tussenstand, dacht dat hij hem had. En dat was niet helemaal handig gedaan, maar dat was op dat moment even een tegenvaller. Vervelend moment natuurlijk, zware blessure ook. En dat merk je dan ook wel een beetje om de impact op iedereen hier op complex. Hè? Ja, klopt. Er wordt altijd een beetje stil. En dan, volgens mij, die jongen was ik net terug. Dat hij ook zijn eerste wedstrijd weer speelt, dat is wel heel sneu. Dus ik hoop dat het meevalt voor hem. In ieder geval beterschap vanaf onze kant. Uiteindelijk scoor je dan nog uiteindelijk twee keer. Nadat je min of meer die stilteperiode zeg maar, hebt overbrugd. Ja, en daarna pakt het vrij snel wel weer goed op. En toen begon het op links bij Justin een paar keer heel goed te lopen, dat hij er mooi doorheen sneed. Dus 5-1 bij rust was top. Ja, en dan zeg ik al tegen de kijkers van meestal bij 5-1 ruststand, dan gaat de tweede helft minder. Het was ook zo. Jij zei schakel maar uit. Nee, maar ik zeg net ook, je zegt altijd in de rust tegen elkaar van hou die concentratie. En alle standaard clichés worden eruit gegooid, maar toch is het onbewust lastig. Dus je ziet ook de tweede helft. Slordig, heel veel balletjes erachter die de keeper goed onderschepte en dan wordt het een beetje gesapig. Dan krijgen jullie vrije trap en dan wordt er tegen jou gezegd, ga jij nou maar eens een keer aan de kant? Nee, Ton die vroeg of die me mag nemen. Dus pakt heel goed uit voor hem. Dus ik zei, neem ze nu allemaal maar, dan is dat ook afgelopen. Hij schaamde zich bijna, op de manier waarop hij erin ging. Ja, hij durfde bijna niet te juichen. Nee, ik dacht, ik til hem nog even op, dat het nog een beetje een feest wordt. Want hij leek wel net alsof hij geschaamde, ja. Dus, 6-1 overwinning. Moet je dit een beetje zien als een bonuspunt weer. Hè? Want doelsaldo is belangrijk. Aan het eind kan dat de doorslag geven. In die zin hebben jullie hele goede zaken gedaan vandaag. Ja, we stonden er al redelijk voor volgens mij qua doelsaldo. En dat je dit dan weer erbij pakt. Dan, mocht er dan helemaal op het eind nog een keer gelijke stand zijn. Dan zijn wij waarschijnlijk daarin het voordeel. Dus dat is mooi. Maar gewoon de volgende wedstrijden kijken weer hoe we het weer oppakken. Ja, het is het verhaal van, hoe noem je dat ook weer, de kaboutertjes die allemaal afvallen. Hè? Er zijn er nu weer twee afgevallen. Eigenlijk blijft nu over HBS, RKVV, Purmerstein. Althans, gezien de laatste uitslagen. Ja. Dat zijn samen met jullie dus de vier ploegen dan. Hè? Ja, en als ik een beetje door het hele seizoen heen kijk hoe wij ze hebben getroffen, denk ik dat dat ook wel een beetje de verhouding in de competitie weergeeft. Dit seizoen wel een veel zwaardere competitie, vind ik. Maar echt ook een aantal goed voetballende teams waar we het ook heel lastig tegen hadden. Maar die drie staken er wat mij betreft wat bovenuit. HBS qua fysieke kracht en RKVV en Purmerstein ook qua voetballend vermogen wel. SJC afgehaakt, kan dat een voordeel zijn volgende week? Ja, hebben ze verloren? Volgens mij hebben ze verloren. Oké, ja, ik weet niet of dat een voordeel is. Dus SJC is altijd fysiek sterke ploeg. Thuis hebben ze best wel de tweede helft aardig weggetikt. Maar toen zag je ook de eerste helft dat ze heel gevaarlijk zijn. Standaard situaties zijn ze altijd heel goed. Dus daar moet je
er niet van uitgaan dat zij ons de 3 punten daar zomaar gaan geven. Nee. Je ziet nu wel situaties ontstaan en dat sommige ploegen het wel een beetje later liggen. Westlandia bijvoorbeeld verliest vandaag ruim van Purmerstein. Ja. Had je normaal niet verwacht. Ja, in deze fase gaan we nu komen, hè, met een 3 wedstrijden. Ja, van tevoren denk je, nou, Westlandia en Bikwik vandaag misschien stunten. Maar dat was helaas niet het geval. Maar dat, die fase krijg je altijd in de competitie. Dat een beetje, dat is ook uitslag komen. Maar goed, waar hebben we het over? Hè? Je hebt gewoon je eigen hand. We hebben het in eigen hand, zeker. Ja, en volgende week maar weer kijken inderdaad. SJC altijd een pittige tegenstander en dan gaan we het weer zien. Tot slot, ik zei tegen Nico even, van volwassenheid in de ploeg. Uitzicht nu ook buiten het veld. Want je bent de eerste die gehuwd is inmiddels, vader wordt. Dit lijkt een nieuwe fase voor de ploeg te gaan worden. Nou, ik denk vooral een nieuwe fase voor mij persoonlijk. Want als ik het leeftijdsverschil in de ploeg nog zie, dan moeten sommigen nog een paar jaartjes wachten, denk ik. Sommigen zeiden al, het wordt wel heel degelijk bij jou. Maar ik voel me nog lang niet oud, hoor. Dus wat dat betreft, die gebeurtenissen zijn, ben ik hartstikke blij mee. Maar het is niet dat ik me heel oud voel. De caravan nog op de oprit staan? Nee, zo degelijk zijn we nog niet. Ja, het kan misschien wel zijn deze zomer trouwens, dat we een keer met de camper of zo op pad gaan. Dus dan komt die nieuwe fase er wel aan, ja. Volgende week is een dag in Noordwijk. Precies, daar kan je ook wel lekker kamperen. Dus.